zijn dus bij Ome Woetroes zijn gym. Hier kan je toch wel lekker trainen, want je hebt niet alleen die gymzaal waar al die apparaten staan, maar ook buiten kan je trainen. Dat is toch wel makkelijk, alles staat hier in die container. Ik kan gewoon even zelf pakken, klaar om te groeien. Dan gaan we de slee laden. Dat is dus het voordeel in die bulk, dat je dus die cardio juist kan gaan doen. Dat je daar toch de energie voor hebt en van herstelt. Oké, jongens, nou, het is natuurlijk zo mooi weer nog steeds. Ja, daar moet je van profiteren. Dus ik ga eerst buiten trainen. Ik heb hier een aantal onderdelen klaargezet, waaronder die incline press. Met die dumbbells leg je natuurlijk die nadruk op die bovenkant van die chest. Wat je wil, is dat je hem eigenlijk ook niet alleen van onder naar boven drukt, maar ook van voor naar achter. Dus in plaats van eigenlijk dit, willen we ietsje naar voren. En die intentie hebben om naar achter te drukken. Ja, dit zijn 20 kilo dumbbells. Niet al te zwaar voor mij dan, hè. En voor jullie denk ik ook niet. Oké. Ja, jongens, dit is niet alleen maar een show workout. Ik heb wel iets zwaardere dumbbells nodig. Dus ga ik even binnenhalen. Ik heb even die 30 kilo de dumbbells erbij gehaald. Zet je hem op je been. Zet je hem op je been. En één voor één wip je die dumbbell gewoon op. 1, 2. Hier mooi. Die full range of motion pakken. Explosief. Omhoog. In principe zijn 3 setjes voldoende voor spiergroei. Maar in je bulk heb je natuurlijk die energie. Dan ben je helemaal vol in die chest. En dan kan je gewoon een setje meer doen. Is niet erg. Kan je gewoon 4 sets doen. Of 5. Boeien. Scheid. Het is toch bulktijd. Wat betreft die battle rope, ja, dat is al een aantal jaren een dingetje. Het belangrijkste wat jij moet weten over die hele battle rope is, probeer er niet mee af te vallen. De meeste mensen doen dit om af te vallen. Die denken, ja, als ik hit doe, als ik heel erg heftig hier aan die touwen trek, dan ga ik zweten en ben ik moe. En dat betekent dat ik af ga vallen. Maar dat is niet zo, want letterlijk als ik nu 10 seconden ga rammen, ja, dan verbrand ik misschien 2 of 3 calorietjes. Nou, daar gaan we. Goed voor de cardio, goed voor hart- en longsysteem, goed om je even weer lekker fris te voelen, mentaal. Maar voor afvallen doet het geen reet. In je krachttrainingen moet je ook gewoon een beetje out of the box denken. Je hoeft niet alleen maar binnen in die gym in de machines te rammen. Zo'n slee staat er ook weer een beetje bekend om dat mensen het gebruiken voor vetverlies. Maar daar is het niet voor. Je kan het ook prima gebruiken na je squat training, tijdens je leg day. Om dit ding zo hard mogelijk naar de overkant te rammen. Prima explosieve benentraining. En ik ben ook wel erg fan van die oude vertrouwde biceps oefening hoor. Ik ga hem straks curlen. Dus ik ga hem gewoon indraaien. Om en om. En dat betekent als deze arm werkt, dan heeft deze even rust. Dus dat betekent dat je eigenlijk een groter volume kan draaien als dat die spier continu onder spanning staat. Dat heeft ook weer voordelen. Als ik straks die arm een klein beetje van achter naar voor beweeg, is dat niet cheaten. Dat is gewoon ook een functie van die biceps. Die arm lichtjes naar voren brengen. Dat betekent niet dat ik opeens de schouder vol aan het trainen ben. Het hoort er gewoon allemaal bij, jongens. Context is gewoon belangrijk. Dus niet ouwe hoeren totdat je die context kent. En in de tussentijd groeien. Voor sommige oefeningen bestaat er geen vervanging. Optrekken is zo'n oefening. Tuurlijk, je kan je rug opbouwen met die lat pulldown. Maar voordat jij nou jarenlang met je maten aan dat ding loopt te shorren en je rug erbij loopt te gebruiken, volop aan het cheaten, moet je ook overstappen naar die pull-up. En als jij op dit moment denkt van, hey, maar pull-ups, dat kan ik eigenlijk gewoon helemaal niet. Ik kan maar 3 of 4 of 5 keer. Dat maakt niet uit! Want in je bulk, zeker als je die energie hebt, knip je je sets gewoon in stukjes. Dat betekent dat jij niet 3x8 probeert na te streven. Dat jij 3x8 niet eens kan. Je kan 3x3 of 3x4. Nee, je pakt 6 setjes van 3. 6 setjes van 4. En dan kom je uiteindelijk toch aan je trainingsvolume. Sterker nog, dan pak je meer trainingsvolume dan iemand die 3x8 kan optrekken. Slim zijn. We'll be right back.
rust. 2-3 minuten, pak je weer je set, 5-6 herhalingen. Goeie lekker. Wat ik in de vorige video ook heb uitgelegd is dat je nu in je bulk die buikspieren moet gaan trainen. Nu moet je die blokken creëren. Dan kan je vanaf februari, maart volgend jaar, kan je onderweg naar die zomer van 2023 voor die flaneershape, kan je ze onderhouden. Maar nu moet je ze niet onderhouden, maar bouwen. Dus wat gaan we doen? Hanging leg raise. Nou, hoe doen de meesten die hanging leg raise? Door lekker met die benen te zwaaien. Maar dat willen we niet. Want daar zijn die buikspieren niet verantwoordelijk voor. Dat doen die heupbuigers wel. Maar daar train je die blokken niet mee. Wat we willen is dat we onze heup kantelen. En het zijn maar hele korte bewegingen. Maar met die korte bewegingen pak je alsnog flexie en extensie van die buikspieren. Het verkorten en langer maken. En laat dat nou precies het belangrijkste zijn voor spiergroei. Full range of motion. Hele korte bewegingen maken. En dan kan ik gaan zwaaien. Ja. Dit is geen buikspiertraining. Knieën optrekken. Kijk, ik kan wel mijn knieën optrekken. Maar daar zijn mijn buikspieren niet verantwoordelijk voor. Heup kantelen. Heel rustig, hè. Oei. Het is zwaar genoeg. Probeer het maar. Genoeg buiten gespeeld, jongens. We zijn nu weer binnen in de gym. En als je zoveel mogelijk wil doen binnen een training, dan heb je verschillende opties. Wat ik nu ga doen, is een superset. Ik train mijn triceps en mijn biceps, dus twee tegenovergestelde spiergroepen, achter elkaar. En officieel binnen een superset mag je vaak geen rust houden, maar dat boeit niet. Want wij doen niet aan regeltjes, wij plaatsen alles in de juiste context, zodat we gewoon maximaal kunnen groeien. Die armen zijn getraind en dan heb je natuurlijk in die lean bulk die focus, die energie en die pomp. Nou, die heb ik eigenlijk nog niet. Ik ben aan het einde van mijn droogtrainen en ik ga binnenkort starten met mijn lean bulk. Dus wat ga ik doen? Ik ga elke dag 400 tot 500 calorieën toevoegen. Dan zit ik waarschijnlijk rondom mijn onderhoud. Dus op je onderhoud dan kom je niet aan, dan val je niet af. Dan gebeurt er nog niks. Dan ga ik eerst even kijken hoe ik me voel. Vanaf daar ga ik weer stapsgewijs calorieën toevoegen. En dan hou ik dus mijn buikvet in de gaten. Dit is een belangrijke marker. Tegelijkertijd voel ik me waarschijnlijk beter, ben ik sterker, etc. En dan ga je stapsgewijs dus die calorieën toevoegen. Als ik hier mijn definitie blijf zien de komende weken nog steeds, dan weet ik dat ik goed zit. Dan weet ik dat ik niet te snel aankom. Dan weet ik dat ik vooral die spiermassa aankom in plaats van dat vetpercentage laat oplopen. Nou ja, dit soort dingen behandel ik ook in mijn groeitraject. Hè. Dan help ik je daarbij en dan zorg ik ervoor dat je in die lean bulk periode vooral die droge spiermassa aankomt. En niet zomaar die eindbulk pakt waarbij je 10 kilometer aangekomen. Dan is het maart. En dan moet je nog alles eraf trainen voor die Summer Shape 2023. Dus dat gaan we niet doen, jongens. Gewoon stapsgewijs die calorieën verhogen samen met Boom. En dan groeien we zo die zomer in. Ja, inmiddels heb ik wel gruwelijks honger, dus wat ik ga doen is ik ga even naar de supermarkt, neem jullie mee. Ik ga uitleggen wat je in je lean bulk kan eten, wat niet. En daarna neem ik het allemaal mee, ga ik het zelf allemaal opeten. Groei lekker. Oké dan, we gaan lekkere groeispulletjes halen.
Dit soort dingetjes kan je in je lean bulk wel eten. Twee van die vieze hamburgers uit de Magnetron, 750 calorieën. Maar poutje erin knallen, 250 calorieën. Kassa. Nou, zelfs dit soort vieze plakrommel, die kan je gewoon toevoegen in je bulk. Eet je deze op, ben je 600 calorieën verder. De vraag is of je het wil, maar het kan wel. Hey jongens, pak ook in je lean bulk af en toe een taartje voor je vriendinnen, voor je vriend. Heb je meteen een nachtje plezier. En in je lean bulk heb je ook eindelijk de keuze voor ander beleg dan kipfilet. Nou, je kan gewoon die vlokken pakken, die chocoladepasta, Milka. Ja, dit ziet er ook wel heel goed uit. Honing en onze oude vertrouwde pindakaas. En dat is natuurlijk ook een lekkere massabouw hoor. Er zit heel veel voedingsstof in, maar deze kan je weer op je boterham smeren. Boterham dik belegd, zeker wel 600 calorieën. Groei maar. En voor die echte hardgainers onder jullie die moeilijk kunnen aankomen, drink dan gewoon zo'n appelsientje. Dit zit vol met suiker. Drink zo'n pak leeg, ben je 600 calorieën verder. En voor die snoeperts onder ons, ja, die kunnen natuurlijk in dit pad helemaal losgaan. Kijk, dit soort dingetjes die zijn eigenlijk voor kinderen gemaakt. Weet je, die zijn voor mijn kinderen, die zijn voor Benjamin en Isabella gemaakt. Maar dat kan jij dan ook pakken. Al die spulletjes hier, pure chocolade, melkchocolade, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal even ongezond, het is allemaal troep. Maar het zorgt er wel voor dat je eindelijk aan kan komen. Dat is het belangrijkste. Dit is waarom al die relaties in die lean bulk ontstaan. Kijk, dan kan je dus samen met je vriendin op die bank, kan je gewoon zo'n triple meat pakken. 1300 calorieën. Helemaal top dus. Het laatste wat je in je lean bulk moet gaan doen is natuurlijk alleen maar zomaar troep gaan eten. Met die pasta kan je op een hele gemakkelijke manier toch veel calorieën toevoegen. Vraag je moeder of ze een extra pakje koopt. Spaghetti, pennen, het maakt allemaal niet uit. Dan combineer je dat met lekker wat saus. Heel veel saus. En dan kan je op een verantwoorde manier toch lekker bulken. Nou, binnenkort start ik dus mijn lean bulk, maar tot het zover is zit ik gewoon nog aan die wraps met kipfilet. Nou, mocht je nou begeleiding nodig hebben voor die transitie naar de lean bulk, dan moet je het groeitraject volgen. En als je je opgeeft voor het groeitraject, ook trouwens voor het droogtraintraject, als je nu juist droger wil worden, dan krijg je van mij een trainingsschema. Ik maak een voedingsschema voor je. Ik voeg je toe aan de community van meer dan 100 mensen inmiddels. Van ook ambitieuze mensen die droger willen worden of willen aankomen. En het mooie is aan de trajecten, die duren 6 maanden. Dus je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld eerst 3-4 maanden te lean bulken. En daarna nog eens 2 maanden of langer te gaan droogtrainen richting zomer 2023. Andersom ook, als je nu moet afvallen, dan kan je bijvoorbeeld nu 8 tot 12 weken... Meerdere klanten zijn daar nu recentelijk aan begonnen met mij. 8 tot 12 weken droger worden. En daarna ga je die lean bulk pakken tot bijvoorbeeld maart, april. En vanaf dat moment ga je weer droog trainen. Dus je kan eigenlijk alle kanten op. Wat ik al zeg. Inclusief schema's, inclusief communities, Zoom calls, het hele pakket. Dus wil jij nu wel eens eindelijk resultaat? Geef je dan op voor een van mijn trajecten. Groeitraject of droogtraintraject. En dan werken we samen aan jouw beste shape ooit.